Nou, ik zat de afgelopen dagen een beetje in de Bijbel te lezen en er stond er een verhaal in van wie ben jij om de splinter uit het oog van die broer te halen als je zelf nog een balk voor ogen hebt, zeg maar. En dat is zo'n beetje wat nu in me opkomt. Oké, fair enough. Cool. Dat gaat over veroordelend zijn, hè? Vinden we leuk. Is een groot voordeel aan veroordelend zijn. Moet je maar eens op letten. Ik denk niet dat jullie daar last van hebben, maar het zou kunnen toch, of in je omgeving. Als je lekker veroordelend bent, levert dat twee dingen op. Dat wat je veroordeelt, daar hoef je niks meer mee. Dus dat is prettig. En het geeft zo'n lekker ik-gevoel. Daarom doen mensen dat ook zo graag, hè? Want iedereen voelt zich in essentie. In essentie eigenlijk een minkukel. Maar als je dan nog een ander of een groepje anderen, dat is nog leuker, kan veroordelen, dan lijk jij nog wat. Dus. Het zijn hele goede strategieën om als ik het ideetje van bestaan voor te zetten, zeg maar. Dus ik zou het zeker blijven doen. Wat mij ook opkomt is van wanneer je veroordeelt, dan neem je jezelf ook ontzettend op. Jij weet het veel beter dan de Voilà, ander. there you go. Dus die ik wordt nog groter. Yes. Overigens, voor zover jullie hier zitten, omdat er een interesse in verlichting is. Verlichting heeft niks met moraliteit te maken. Hè? Dus niet veroordelen is hartstikke tof als je wat meer, laten we zeggen, moreel superieur wil zijn. Maar als je gewoon wakker wil zijn, dan is het onderwerp eigenlijk niet echt interessant. Dan is het idee waar we het net over hadden, oordelen, veroordelen, jezelf sterker voelen, beter voelen dan de ander en wakker maken. Dat zijn twee heel verschillende. Nee, kijk, ik zei als je. Nee, ik zei het niet goed. Als je verlicht bent, maakt het niet uit. Als je het wil worden, voor zover je dat al kan willen en kan doen, dan is het handig om overal naar te kijken. En overal kritisch op te zijn. Maar de valkuil is altijd, omdat er. Het is ooit populair geworden om verlichting en heiligheid te mengen. Of te verwarren. Het heeft niets met elkaar te maken. Even zwart-wit gezegd, de heilige die leeft naar een soort code. Van, weet ik veel, nooit lammetjes slaan of, nou ja, iets. Iets meestal uit de Bijbel. Wat een heel raar boek is trouwens. Maar iemand die wakker is, die is geen iemand. Dus er kunnen oordelen zijn, maar die zijn van niemand. Die blijven ook niet plakken, dus die manifesteren zich zoals een bel in het water omhoog komt. Maar die bel die in het water omhoog komt, is niet van het water. Die definieert het water niet, het is gewoon een oprisping en dan is het weer weg. Dus daar is niet het gevoel van eigenaarschap of doenerschap in. Dus dan kunnen de meest wonderlijke oordelen kunnen opkomen, of desnoods veroordelingen. Want een oordeel is gewoon van, ja, dit is een klokje en dit is een pen. Dat is ook oordelen en dat is reuze handig. Weet je wel, maar je kunt ook gewoon ineens merken van, Jezus, wat een klootzak. Maar een seconde later is dat weer weg, omdat er op de achtergrond de wetenschap is dat er helemaal niet een iemand is. Dus ook strikt genomen niet iemand een klootzak of een toffe figuur kan zijn. Desondanks, doordat dat organisme opgevoed is zoals die opgevoed is, zitten daar conditioneringen en normpjes in. Alleen die worden wel herkend voor wat ze zijn. En dat is het verschil, zeg maar, met de geïdentificeerde toestand. Daarin denk je dat de toevallige normpjes die jij geïmpregneerd hebt gekregen, dat die waar zijn. No, they're not. Zet het streepje 100 jaar terug in de tijd, dan worden er andere dingen gevonden.
zet het streepje 10.000 kilometer of 1000 kilometer een andere kant op, er worden andere dingen gevonden. Dus het is zo arbitrair als de pest. Ja, als dat helder is, dan weet je dat een gedachte is en geen waarheid. Dan weet je dat een oordeel is en geen waarheid. Dan weet je dat er in het immer veranderlijke, dus alles wat je waarneemt is veranderlijk, dat daar geen absoluutheden in zijn. Niks is altijd zo. Nou, als dat helder is, dat hoef je niet te onthouden, hè, als dat helder is. Dan komen oordelen voorbij en starten weer in met dezelfde moeite. En dan is het ook heel lastig om beledigd te worden of geïrriteerd te raken als een ander iets anders vindt. Want het zijn maar opinies. Who cares? Als je geïdentificeerd bent, dan verkleef je je met je opinies. En dat kan zelfs tot moord leiden. Omdat mijn idee beter is dan de jouwe of... Of het wegzetten van hele groepen, of nou ja, the most terrible stuff. Maar daar heb je wel een ego bij nodig. Dat is voor een verlichte, die dus niet een iemand is, heel lastig. Het is eigenlijk onmogelijk om te haten. Je kunt wel schamper lachen. Eigenlijk de hele dag. Zoiets. Alright, hij mag even die kant. Vanuit de werksinformatie. Oh jee. Ja, ik heb helemaal niet zoveel moeite met mensen, maar er is één iemand, nou ja, waar ik dus een oordeel over heb. En je zegt, het komt op en het gaat weer weg. Maar hoe laat je het los, zeg maar? Nee. Ho. Gaat allemaal veel te rap, hè? Ja. Ik heb sowieso het woord loslaten niet gebruikt. Dat zul je maar ook zelden horen gebruiken, tenzij om uit te leggen dat het een spiritueel kletswoord is. Als je iets wil loslaten, daar is spiritaal voor ik wil er vanaf. Dat moet je goed onthouden. Je kunt helemaal niks loslaten. Als er echter helderheid is, laat allerlei waanzin jou los. Dus die jij die je denkt te zijn, die dus denkt dat hij iets kan doen om het te veranderen, die bestaat helemaal niet. Je kunt het helemaal niet loslaten. Wat je wel kan zien, als je het om wil draaien, is dat je het vasthoudt en je kunt gaan onderzoeken als je interesse hebt waarom je dat vasthoudt, waarom je gelooft in wat je vindt. Dat is onderzoekbaar. Als je interesse hebt. Maar het willen loslaten, met andere woorden, ervan af willen, is een blijk van geen interesse. Je weet niet eens wat het is, maar je wil er vanaf. Vanuit een of ander normatief iets. Dat is precies de gevangenis. Maar en is het mogelijk om, als je in die situatie zit, om er dan in de nabij te blijven en te zien dat je moet iets in een negatieve setting, zeg maar? Of ja, snap je het bedoel? Je maakt het veel te klein, want het gaat helemaal niet over die setting. Het gaat over het idee wat jij bent, over het idee wat een ander is, over allerlei normeringen die je erop nahoudt, over hoe iets of iemand zou mogen of moeten zijn. Ja. Het gaat veel dieper dan een werksituatie. Ja. Alles wat we tegenkomen op een beginniveau verwijst naar waar wij in geloven. Nou, er zijn twee opties. Ik wil er vanaf en ik wil anders zijn dan ik ben. Of ik heb interesse en ga onderzoeken wat het is. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Ik kan nooit iets onderzoeken waarvan ik al veroordeling heb toegepast. Ik wil niet dat ik veroordelend ben, is een veroordeling. En op het moment, dat zei ik in het begin al, als ik iets veroordeel, dan kan ik het niet meer zien. Ik ben meteen uit het contact. Ik heb al besloten dat het slecht is. Ik weet niet eens wat het is. Ik weet niet wat het me zeggen wil. Het zou zomaar kunnen dat er een stukje teaching in verstopt zit. Ik heb het al afgekeurd. En zo heb je dus het grappige fenomeen wat ik eerder heb gezegd. Van heel veel mensen die roepen dat ze graag zichzelf willen zijn. dat ben je al, weet je wel. Maar wat ze bedoelen is, ik wil een ander zijn. Ik wil niet meer veroordelen, ik wil nooit meer boos zijn. Ik wil dat iedereen van me houdt, ik wil de tofste op de planeet zijn. Ik wil dat alles moeiteloos is. Leven is niet moeiteloos. Life sucks. En soms heb je mazzel.
Maar wij willen dat altijd alles gezellig is, altijd alles harmonieus is. Waar we het vandaan hebben, ik begrijp het niet. Ik heb een dier dat nog nooit horen zeggen. Behalve die twee voeters die zich de kroon der schepping wanen. Dus heb ik interesse of wil ik er vanaf? Weet je wel, heb ik werkelijk zin om te gaan kijken wat in dat mini-toneelstukje op die werkvloer, wat hier nu eigenlijk gebeurt? Ben ik bereid om iets te ontdekken? Of wil ik gewoon zus of zo zijn, waarmee ik mezelf dus op mijn nek ga zitten, want ik kan nooit altijd zus of zo zijn. Want wat ik net al zei, alles wat waargenomen wordt is per definitie veranderlijk. Als we dat werkelijk doorkrijgen, dan snappen we dat nooit iets blijvend is. Dus gaan roepen, ik ben altijd zo, of ik moet altijd zo zijn, is kletskoek. Alleen de dooien zijn altijd zo. Namelijk stijf. En niet erg mededeelzaam. Al het andere, alles wat leeft, is constant in flux. Wij denken dat we de hele tijd dezelfde zijn, omdat we geloven dat er hier ergens een permanent vaststaan, ik, ziel, mind, zelf, weet ik veel welk woord je leuk vindt, woont. It's not there. Het is een constant veranderlijk gebeuren. En dat geldt voor al die anderen, hoe ze ook heten ook. De ene keer komt die collega met zijn verkeerde been uit bed en doet hij heel vervelend. En de volgende keer heeft hij toevallig de wind mee en is hij ineens reuze gezellig. Waarbij nog komt dat we kennen onszelf niet eens, laat staan die anderen. We weten niet eens wat daar speelt. Misschien heeft hij een priester gehad vroeger. Waar die les van kreeg. Zo noemde Voltaire dat, hè? Grappende wijs zei hij dan van zo, als hij dan net deed alsof hij een priester was. Ik ga eens even een studentje les geven. Iedereen wist wat hij bedoelde. En dat is in 1680. Dus dat is ook niet van deze tijd alleen maar, hè? Fucking Christians. Nou, mag even die kant op. Als ik jouw verhaal hoor, lijkt het haast alsof je de hele tijd heel evenwichtig bent. Heb je nooit naar mij geluisterd? Ik zou mijn laatste boek aanraden. Ja, sowieso natuurlijk. Dat is echt briljant. Maar... Nee, verlichting heeft niks met sereniteit te maken. Tenminste, niet in de uiterlijke zin. Innerlijk, even opletten. Hallo. Als je iets vraagt, dan moet je wel luisteren, hè? Anders heeft het weinig zin. Dus het heeft niets met sereniteit te maken. Dat is wat de goeroes je proberen te verkopen. Het bestaat niet. Dus, oké. Wat wel zo is, is dat er, omdat er innerlijk niemand is, dus niet het idee is dat er een ik woont, wat nog wel daar het geval is, wordt het nooit ervaren als van mij. Dus in mijn beleving ben ik nooit woest of blij of whatever. Dat zijn de ripples on the surface. Maar die ben ik niet, die ken ik. Dus ik ben nooit woest, nooit blij, nooit tevreden. Tegelijkertijd, als ik gewoon op een normaal level met mensen communiceer en ze vragen, Hans, hoe is het met je, zeg ik altijd goed. Want ik heb namelijk nooit de notie dat er iets verkeerd kan zijn. Ook niet als mijn lijf zeer doet of mijn hond zijn poot kapot is, wat ik niet leuk vind. Als een mens wat mankeert, een hond, ja, dat is toch een ander verhaal. Ja, dat is gewoon erger. Weet je wel? Maar een geïdentificeerd iemand, dat zit al in het woord identificeren, als er boosheid is, zegt hij ik ben boos. Dus hij schakelt zich gelijk met die boosheid. Daar is in een verlichte modus gewoon totaal onmogelijk. Maar niemand, ook nooit geweest, is altijd sereen. Tenzij die permanent heroïne gebruikt. Het schijnt heel cool. Ik ga het misschien nog eens proberen. Ik denk het niet. Oké. Goed. Hij mag even die kant op. Voor wie of wat zou die editie dan zijn? Waar we net over hadden.
zijn wij er zo'n psychologische insteek van. Wat is die ben je zelf of zo, als je iemand veroordeelt? Dat, maar voor niet, zo, dat zei ik niet. Nee, dat zei ik niet. Maar, nee, ja, dat is wel belangrijk. Ja. Dit gebeurt dus heel veel, heb ik ook al een paar keer verteld. Er wordt iets gezegd, en niet alleen in deze setting, maar in alle communicatie. En dan gaan we vertalen wat er gezegd wordt naar wat we al weten. Waarmee, maar wacht even, waarmee we dus niet luisteren. Je zei net wel zoiets van teaching. Ja, die kan ergens in zitten. Maar voor wie van is die teaching? Voor degene die denkt iemand te zijn. Ja. Kijk, als jij weet dat je niemand bent, dan is er ook geen teaching, hè? Dat is makkelijk. Maar die komen meestal niet op zat zijn. Maar er is inderdaad zo'n psychologische benadering van wat je ziet in jezelf, toch? Als je ja, maar daar heb ik het niet over. Nee, daar heb ik het juist niet over. Nee. Maar je zei net zelf van die met je ramen zelf, dat kan een teaching dan zijn geweest voor die mevrouw. Ja, maar niet die ander, wat er in jou opkomt. Je wijst iets af, dan kun je niks meer leren. Je kunt ook interesse hebben en kijken wat het je mogelijkerwijs te zeggen heeft. Dan kan er dus, zou kunnen, teaching in zitten. Als er niks is, die moet dat dan... Ja, maar die realisatie die is nog niet op die plek. Er wordt nog steeds gedacht in iemand te zijn, want anders maakt hij je niet druk over oordelen. Nou, als dat wel het geval is, zijn er twee opties. Ik ga kijken wat het me te zeggen heeft, of ik probeer er gewoon vanaf te komen. Die laatste is een slechte strategie. That's what I'm saying. En de kaarten door inderdaad door die programmering, of door die jeugd, of wat je hebt geleerd. Nee, dat heb ik niet gezegd. En wie veroordelen, dat is een verschijning jezelf. Ja, als het gewoon laat bij jou, we produceren het niet zelf. Nee, maar het komt wel ergens uit voort. En ik heb niet gezegd dat je in je verleden moet graven. Ik heb gezegd dat je kunt kijken wat het is. Nu dus. Ik neem het waar dat er wel eens veroordeling mezelf. Ik doe dat niet. Nee, maar daar gaat het niet om. Maar als iets de hele tijd opkomt, dan is het misschien handig om er naar te kijken. Als je er last van hebt, als je het leuk vindt, niet. En een veroordeling overigens is niet mentaal. Het komt uit een emotie voort. Dus dat geeft aan, en dat bedoel ik niet lullig, maar dat wij dus alleen maar op dit niveau zitten te kijken. Maar een veroordeling start met een emotionele impuls. Daarna komen de praatjes pas. Ja, dat kan ook zijn op onze constructie. Dat we gewoon, we moeten leven om onszelf, hoe je gaat het nou? Je moet je beter voelen dan anders. Dat is een beetje de spelletje. Ja, maar dat is niet mentaal, I'm telling you. Als jij je namelijk compleet voelde, dan maak je helemaal niet druk om anderen. En een incompleet gevoel is een gevoel, niet een gedachteconstructie. Dus de uitnodiging is, kijk dieper, tenzij je zo wil blijven. Dat is ook best. I don't care. Ik ga daar niet over. Ik hoor uitvluchten. Ik wil alles wagen. Ja, misschien niet aan. Kijk, het punt is een beetje van, als je niet gerealiseerd hebt dat je niet bestaat, dan moet je dat argument niet gebruiken. Dit doen heel veel mensen, hè? Dan op het moment dat het erop aankomt, of dat er zo'n situatie is, dan gaan ze beginnen over dat er geen ik is. Maar zo leven ze niet. Ze leven de hele dag alsof er wel een ik is. Ja, die trekken niet mezelf. Oké, zoet jezelf. Nee, okay. Het is wel handig, ja. Want anders moet je mijn route, wakker worden terwijl je niet emotioneel volwassen bent. Okay. Ja. Ja. Uiteraard, zoals hij al zei, ging ik daar ook niet over, maar het is niet echt een toffe route. Niet aan te raden? Nee, maar ja. Oké, maar het ging niet over. Right. En hoe zit het met de vrije wil? Want, nou ja, ik denk dan, vrije wil, gaat er alles gewoon zoals het gaat, zeg maar? Dat zijn twee onderwerpen.
Dus hier geldt ook voor, heb je interesse in het fenomeen, of dat wel of niet bestaat en wat dat zou inhouden, vrije wil, of wil je snel een antwoord? Dus je zou in jezelf, dus niet op een theoretisch level, hoewel daar hele slimme jongens vanaf Schopenhauer al hele verstandige dingen over hebben gezegd. Maar je kunt in jezelf gewoon kijken hoe het werkt. En waar je zogenaamde vrijheid dan zit. En hoeveel macht dat dan heeft. En of dat überhaupt bestaat. Dus daar kun je achter komen als je niet aflatend, zeer kritisch kijkt en voelt. Een beginpuntje kan zijn, kun je bepalen, nu, wat je over 10 minuten en 33 seconden wil? En een andere leuke is, al die dingen die je ooit gewild hebt, weet je wel, had je die gepland of kwamen die zomaar? Kwamen zomaar al op een onverwacht moment. Right, precies. En dat zijn al een aantal aanwijzingen. Die iedereen als hij zijn hersens een beetje gebruikt en een beetje kijkt, vrij snel kan zien. En als je bijvoorbeeld, vroeger dacht ik bijvoorbeeld, ik wil dit of dat worden. En dat ben ik dan ook geworden. Hoe zit dat dan? Ja. je kunt alleen maar iets willen worden wat je kent, hè? Dus wat wij willen valt altijd binnen het domein van het bekende. Daarom schreef ik weet niet waar, in een van mijn boekjes van stel dat je hoort bij een volk wat in de oerwouden leeft, zal het idee nooit opkomen om voetballer of rockster te willen worden, want die zijn daar niet. Dan wil je een goede jager worden of mandenvlechter of weet ik veel wat daarin is. Dus dat geeft alweer aan van dat die vrijheid, er zit helemaal geen vrijheid in, naar mijn idee. Je wil gewoon iets. En als je op een emotioneel niveau gaat kijken, aangezien wij onze compleetheid een beetje kwijt zijn, hebben we het idee dat we iets moeten gaan worden. Dat wordt ons ook van kinds af aan wijsgemaakt. Denk om je toekomst en je moet naar school. Welk kind wil nou naar school? Weet je wel, je wil spelen. En kinderen die leren spelend. Tegen de tijd dat ze meestal 13, 14 zijn, houdt het echte leren op. Ze komen in een soort brain dead toestand, want ze moeten dit en ze moeten dat. En dan gaan ze zeggen, ja, ik heb besloten uit vrije wil om accountant te worden. Really? Echt waar. Of rockster. Weet je wel, wat aangeeft vaak dat je enorme honger hebt naar aandacht. Het gaat helemaal niet over dat baantje. Die accountant die wil misschien veiligheid, die rockster die wil aandacht en seks en weet ik wat die wil. En hij bepaalt niet dat hij dat wil. Het komt. Ik moest zelf onderzoek doen en hoe het heette, terwijl ik niet eens wist hoe het heette. En ik deed rare ontdekkingen die later Advaitis bleken te heten. I didn't know. Ik heb daar nooit besloten. Ik heb ook niet besloten om dit soort praatjes te gaan houden. Nog een ander element wat ik altijd graag roep als dit onderwerp dan toch weer ter sprake komt. Als mensen mijn boeken lezen, dan hoef ik het hier nooit over te hebben. Hè? Ik schrijf die shit niet voor niks. Maar goed, dat terzijde. Vrije wil. Je hebt vast wel eens iets heel erg graag gewild, hè? Zeker. Right. Dan was dus dat al bestond alleen, hè? Al het andere. Dus het is een en al dwangmatigheid. Vrije wil. Als iemand heel erg iets wil, is alle vrijheid weg. Ik wil inderdaad iets heel graag en dat lukt het steeds niet. En op het moment dat ik dacht, nou ja, laat maar zitten dan, toen kwam het ineens. Ja, zo gaat dat. Dat is zo funny, daarom wil ik nooit wat en ik krijg alles. En dan some. Vrije wil. Ik wil mijn ijsje nu! En dat is dus ook leuk, als je dus beseft hoe dat in jezelf functioneert. Dan weet je dat al die anderen er ook niet over gaan.
Ze worden dus voortgedreven door angst en verlangen, basically. En dat stuurt wat we willen en of we ons daar wel of niet toe inzetten. That's about it. Dan hoeven we dus, mag wel, want het is leuk, maar hoeven we dus nooit meer te zeggen, oh wat jammer dat jij niet dit ook wil waar ik wil. Er is namelijk niemand die dat stuurt. We worden gestuurd door wat we willen en wat we vrezen. Als de een sterker is, dan gaan we het doen. Als het willen sterker is dan de vrees. Als de vrees sterker is, gaan we het niet doen. In beide gevallen hebben we er een mooi lulverhaal bij. Ik heb besloten om... Ik heb er eens goed over nagedacht. Nee, dit. Ja, want er zijn ook mensen die willen graag rockster zijn, maar ze schijten in hun broek om op een podium te klimmen. En dan zeggen ze, nou, ik heb toch besloten dat het niks voor mij is. Dus ik word toch maar accountant. Dan hoef ik niet met mensen om te gaan. Gewoon computer, een beetje typen. En in de vrije uurtjes gamen. Omdat ik dat wil. In alle vrijheid. You're just scared of people, dude. That's okay. Rationalisaties, heel leuk. Heel leuk. Dat ken ik wel goed. Sorry? Dat ken ik wel goed. Alright. Ik zie in de afgelopen dagen dat ik steeds aan het zoeken ben dat het kloppend wordt. In de relatie en in het werk. En de vraag die vanmorgen omhoog kwam is... waarom wil ik dat het klopt? Dan kan ik kijken van wie is die ik die wil dat klopt. En ik kan de vraag stellen, wat is kloppend? Ja, goeie vraag. Ja. Allebei. Ja, het gaat ook over het loslaten is niet goed, maar die ik, ja. Maar die, er is nog steeds een persoon die wil dat het klopt. Want? Wat is het belang erin? Dat is ook een leuke vraag. Ja, dat als het klopt, dan? Puntje. Dan is het een soort van veilig. Ja. Precies, dan is er geen frictie. Oh, dat is fijn. Dan kunnen we slapen. Maar dat kan helemaal niet. Nee. Want als ik kijk naar het leven, dat leeft gewoon. Dus daar ga ik niet over. En toch zie ik de beweging. Ja, yeah, sure. Die zit aan ons allemaal. En dat is best geestig om naar te kijken. We hebben dus een setje ideeën. Een en al geconditioneerd setje ideeën. En dan zijn we de hele tijd met het leven aan het prutsen om dat in dat setje ideeën te krijgen. Maar leven is veel groter dan mijn setje ideeën. En ik ben best slim, hè. Maar dan nog, dat leven is een stuk slimmer. Dat leven klopt altijd. Het klopt niet met mijn setje ideeën. Ja, dat is het probleem. En dat ga ik dus ook nooit voor elkaar krijgen. Hooguit 2 minuten als de wind goed staat. And then it changes. En er is een weten dat het zo is. En toch is die beweging. Ja, yeah. Oh, that's okay. We zeggen dan, it needs to die out. Dus de helderheid kan zo sterk worden dat nog niet het helemaal weg is, die neiging om te sturen, zeg maar. Maar dat we in ieder geval daar niet meer mee vechten, het niet proberen kwijt te raken of los te laten. Weet je wel, dat we niet meer proberen, weet ik veel, dat we gewoon stoppen met proberen. Dus die neiging die kan opkomen om toch nog te harmoniseren of weer vrede te stichten op aarde of iets dergelijks. Weet je wel, maar we stoppen er geen energie meer in. We zien het dan dus gewoon als een van de patroontjes van het hele weefsel. Maar ik hoef daar niet tegen in te gaan, ik hoef er niet in mee te gaan. I just watch it. Ja, maar er zit angst op dat ik kan niks controleren. Ja, right, natuurlijk, dat is ook zo. Jij kunt ook 2 minuten boos worden, bij wijze van. Het is vrij lastig, maar ja. Het zou kunnen. Dat blijft een soort van gevecht als het niet helder. Nee.
Kijk, weet je, op een persoonlijk niveau of een menselijk niveau is het handiger om te leren dealen met conflicten, dus ook met een boos handje, dan om proberen altijd de vrede te bewaren. Dat is zo slap. Life is brutal, babe. People get angry all the time. Het gebeurt in mezelf. Dat is om één keer boosheid. Ik kan het niet tegenhouden. Dus daar heb je niks over te zeggen. Nee, good. Dus als we dat leren ervaren, dat conflicten kunnen optreden en dat, behalve in sommige gevallen, maar dan is het conflict ook klaar. Meestal vallen er geen dooien. Dan kunnen we leren gewoon te zijn met in conflict zijn. Dat is handiger, want dan hoef ik er niet meer bang voor te zijn. Maar als ik het de hele tijd op afstand probeer te houden en heel agreeable blijf. En de hele tijd de kolen en de geit sparen, weet je wel. Dan hebben we misschien dat conflictje op dat moment vermeden door allerlei, vergeef me, slaafs gedoe. Maar onderhuis blijft het conflict gewoon doorbroeien. En dan komt het weer. En dan komt het weer. Ik heb liever geen conflicten, daar gaat het niet over. Maar ik ben er niet bang van, sterker voor ook nog. Ik vind het wel geestig. En ik win altijd, want ik heb in strikte zin geen belang. Dus of het nou zus gaat of zo gaat, basically I don't care. Maar ik vind het wel soms leuk om te doen alsof. En gewoon te kijken, een beetje armpje drukken en dan... Kom dan. Ik win altijd, want als we toch het woord los moeten gebruiken, ik ben losser dan bijna iedereen die ik ken. Dus dan wordt de ander, die is zeg maar keihard aan het cagefighten. Ik doe alleen maar een beetje. Het maakt mij niet uit, weet je wel. Die ander die mag voor mij apart gelijk hebben of ze zin hebben. Ik vind het allemaal prima. Weet je wel, maar niet zonder slag of stoot. Dus we doen wel even net alsof. Je speelt een beetje. Yes, of course. Het is allemaal alsof. Er zijn geen winnaars. Je kunt je ook even realiseren op het moment dat je een conflict hebt met die ander. Dat die net als jij op dit moment, je kunt het horen. De seconden tikken weg. Over niet al te lange tijd ligt hij net als jij onder de grond. Of zit hij in een urn? He's already dying. He's not gonna make it. Dus of hij dit gevecht nou wint of niet. Er is een terminale patiënt die een gevecht wint. Nou en? Doe maar. Neem mee. You fucking wanker. He's not gonna save you. Oké, jongen, hier heb je mijn portemonnee. Neem mee, gek. Weet je wel. Life is funny, if you know how to love. En er is nog een leuk ding bij, dat kun je misschien ook herkennen. Als je leeft als bang mensje, dan nodig je eigenlijk allerlei irritaties uit. Want bange mensjes, tenminste vind ik wel, die vind ik gewoon tamelijk irritant. Ze zijn namelijk meestal oneerlijk, onnatuurlijk, onecht. Terwijl je ziet wat daar eigenlijk in zit voor potentie. Ja, dat voel ik dat wil zeggen, maar ik ben niet die angst. Er is angst. Ja, yeah, sure. I get that. Ja, dat. Dat klopt ook. Daaronder voel ik echt als jij dan zegt van, hallo, ben je bang? Good. Ja. Want we moeten het niet laten bij het idee of het vermoeden of het soms gevoelde, ja, maar ik ben dat niet. Ik heb dit heel veel gehoord, hè. Ik zeg niet dat jij zo doet. Maar dan zeggen we, ja, maar ik zie het wel. Ik weet wel dat ik er niet ben. En ja, maar je doet toch nog steeds na 10 jaar precies hetzelfde. Dus echt gezien is het niet. Want toen ik zag, of hier, het gezien werd dat ik angst niet ben, was ik gelijk 99% minder bang. Niet gewoon nog steeds net zo bang, maar nou zie ik het. Snap je? Anders wordt het een lulverhaal hier, snap je? Kijk uit. En wat als het gevoeld wordt in het good, systeem, good. Dat is het. Dat wordt al serieuzer en dan krijg je de volgende stap, want het is eigenlijk een heel fysiek iets. Het lichaam weet het op een gegeven moment.
Net als met, vaak zeg ik dat, van, net als met autorijden. Je kunt pas autorijden als je lijf het weet. Niet als je geest het weet. Tenminste, mijn sleutels krijg je dan niet. En als je het begint te voelen, oké, dan begint het te komen. Start to feel it, maar het is nog niet helemaal... Maar als je lijf het helemaal weet, weet je wel, ja, moeiteloos, ogen dicht, muziekje aan, koffie zetten. You know. Is met dit ook. En dan wordt bang zijn heel lastig. Op zijn minst wat verdwijnt is de angst voor de angst. Of de angst voor de intensiteit eigenlijk. Want we zijn niet per se bang voor angst, maar te veel verdriet vinden we ook niet leuk. Te veel liefde ook niet. Zodra het te veel wordt namelijk, beginnen onze grenzen weg te vallen. In werkelijke liefde, voor zover dat bestaat, verdwijn jij. En wordt die zogenaamde ander belangrijker dan jij? Dat is fucking tricky. Vooral als we weten dat mensen allemaal de hele tijd veranderlijk zijn. En selfish. Leven is gewoon scary. Maar ik hoef niet ook nog een keer angst voor de angst te hebben. Want ik zeg ook niet daarmee dat hier nooit spanning, angst, weet ik niet. Spanning wel. Ik vind het ook altijd spannend als ik moet optreden. Totdat ik hier zit en denk van... Wow. Oké, thanks. Vlak voordat ik hier naartoe kwam, vroeg ik me af van... omdat het hier ook gaat over conflicten en zo. Van, nou had ik laatst een... ik was ook op het werk. En daar kwam er ineens enorme woede op. En ik had zo ontzettend... die kans om die te ventileren en dan voel ik die spanning en die kracht en dat voelt dan wel dat ik dat ook ben. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier iets van een punt wil maken of zo. Ik ook niet. Nee. Ik zit nog te wachten. Ja, soms heb je dat het ergens heen gaat, maar ja. Soms ook niet. Ja, nou ja, meestal niet. Wat ik wel weet is dat we niet kunnen stellen, tenzij we dus angstige moralistjes zijn, dat woede altijd verkeerd is. Er zijn situaties waarin woede gewoon de meest adequate manier is van optreden. En als we niet allemaal van die schapen waren, dan zouden we misschien een andere setting gecreëerd hebben. Maar we zijn allemaal een beetje lafbekken. En we hebben allemaal geleerd, dankzij die christenen, dat boos zijn en dergelijke dingen, dat dat niet goed is. Hij duidde. Woede bijvoorbeeld is een energie waardoor je in actie kan komen en iets kan aanpakken. Maar we hebben allemaal geleerd, waar staat het om armzalig van geest te zijn en het wordt verkocht als een heilmiddel. Maar dat betekent gedraag je als een slaaf. Keep your head down, do it up, do what we say, don't think, don't act, don't change stuff. Weet je wel, that's stupid. Dus een... gerechtvaardigde woede bestaat. Iemand die permanent woedend is, die heeft uiteraard een anger issue. En die zou eens kunnen beginnen met te onderzoeken what the fuck is going on. Maar er zijn situaties waarin boos zijn gewoon zeer adequaat is. En dat kan dus heel makkelijk ook, zonder dat daar identificatie een rol in speelt. Dat is nog een keer het mirakel. Er zijn dan twee levels. Het ene level is dus dat verhaal. Je bent boos en je gebruikt woorden. En je hebt het tegen iemand. En die heeft het weer over jou. En, en het is natuurlijk allemaal onpersoonlijk. Ja, in werkelijkheid, yes. En ik vond dat energetische niveau dus erg prettig en fijn. Ook al was ik daar... wel een paar dagen mee bezig. Nou, niet letterlijk. Want nee, niet de hele dag hoor. Nee, precies. Dat betekent dat het een paar dagen af en toe opkwam. Nee, dat maakt niet uit. Ga door. Nee, zo doen mensen gewoon. Dan zeggen ze tegen mij, ik ben al 20 jaar bang. Nou, je nog. Niemand is 20 jaar continu bang. Net zo min als iemand zegt van, ik heb 7 jaar gedaan over een biografie over Jean-Paul Sartre. 7 jaar? Constant? Serieus? En ik zeg, geloof er geen hout van. Zo werkt dat niet. Maar goed. Nee, ja, dat,
People are full of shit, dat is echt geweldig. Nou, jij niet, maar de anderen wel. Ja, voordat hij boos wordt. Nee, maar dat is niet lastig. Gewoon, het is heerlijk. Boom. Jezus, die roste die tollenaars uit die tempel, weet je wel. Ramana die ging af en toe zelfs met een stok achter krankzinnige volgelingen aan. Ja, en die was de sea of love. Ja, dat was niet zo'n rotzak als ik. Ja, boos zijn, groot voorstander van. Wat me begint op te vallen, de gedachte ik heel vaak opkomt. Ik dit, ik dat. Maar wat ik lastig vind is, hoe onderzoek je ik? Ja, wat net in me opkwam, het is net mijn religie ofzo. Yes. Daarom heb ik wel eens gezegd dat er maar één religie is, egoïsme. Het geloof in een afgescheiden ik. Ja. Maar desondanks kun je hem onderzoeken. En hoe kan ik... Kijken, voelen, luisteren. Waar zit die ik? Ja, bijvoorbeeld, dat is een goede vraag. Zoek hem op. Ik zou niet eens weten waar ik zou moeten zoeken. Goed. Zo kunnen we erachter komen hoe dit werkt. En dit is dus niet iets wat je moet aannemen, maar inderdaad moet doen. Een van de aanwijzingen van Ramana was, ik, laat zien. Laat me die ik zien. Vind hem, zoek hem maar. Dan ga je allerlei dingen ontdekken. Het lijkt wel een samenraapsel van allerlei patronen. Ja, dit is een gissing. We hadden het over onderzoeken. Het is een hele slimme gissing, dat geef ik je direct mee, maar het is geen onderzoeken. Dus onderzoeken, en dat is fijn dus dat dit even gebeurt, is niet ernaar raden. Ik wil weten hoe het zit. Niet aannemen hoe het zit, of aanvoelend hoe het zit, of geloven dat het zus of zo. Nee, ik wil het weten, for sure. En ik ben daar dus pas klaar mee als het voor 100% twijfelloos is. Which is hard. En dus als we iets gaan onderzoeken, welk thema dan ook, dan verhuizen we van onwetendheid naar een beetje minder onwetend. En dan hebben we een conclusie. Dan moeten we dus beseffen dat wat we dan opschrijven, zal ik maar zeggen, het zit zo en zo. Dan moeten we die punt door een vraagteken vervangen. Go deeper. Dat is een tussenconclusie. Pas als het hele fenomeen wat we onderzocht hebben vernietigd is, zijn we klaar. En vernietigd, dat betekent weg, dood, op, no more issue. Dus er zijn wel eens momenten geweest dat zoiets begon te dagen. Goed. Het voelde alsof ik de gedachte die toen in me opkwam was... Het is alsof ik bij mijn eigen begrafenis ben. Yes, indeed. It's suicide. Ja. Nou, het gekke is dat ik ook een ervaring heb gehad dat ik realiseerde dat het hele ego eigenlijk aan weerstand bestaat. Good, good for you. Nou, daar heb je er dus een. Ego is niks als weerstand. Dan mag je even uitrusten en dan gaan we die aanvallen. Is dat zo? I want to know for sure. Lijkt me goed om te onderzoeken. Yes. Ja. En degene die dus niet ophoudt tot het hele zootje uit elkaar lazert, die slaagt. Degene die halverwege een tussenstation aanziet voor het eindstation. Dat is een beetje jammer. Mag gerust. Ze hebben daar ook friet en zo. Maar... Ja, dankjewel. You're welcome. Jij ook. Nou, wat houdt je dan over uiteindelijk? Dit zegt iemand die geen zin heeft om te onderzoeken. Die van tevoren al wil weten hoe het zit. Dat is net zoiets als op reis willen gaan naar whatever, maar dan van tevoren alles ervan willen weten. Dat betekent dat je daar niet heen wil. Want anders zou je gewoon gaan en gaan zien wat het dan is. Right? Wat hou je over? Dat is de stem van de ego-angst. Daar zit de angst onder om dingen te verliezen. En daar zit de waan bij dat je nu iets zou hebben. Of zijn.
ja, nou dan kijk je niet goed, schat. Want anders zou je het niet vragen. Wat hou je dan over? Nou, ik dacht eigenlijk niks te horen. Ja, dat is fantastisch, maar je weet niet wat dat is. Dus daar heb je niks aan. Als ik geïnteresseerd ben om ergens achter te komen, ben ik er niet mee bezig met wat het me oplevert of kost. Ik wil weten hoe het zit. Snap je? En als ik ga vragen wat het me oplevert of wat ik overhoud, ben ik met een winst-verliesrekening bezig. Don't you see that? Plus, dat is een ander aspect, als je dan het woordje zou krijgen niets, dan dat woordje is een bekend woordje. Maar we weten niet wat het is. Dus het is een sussertje. En we weten toch eigenlijk helemaal niks, dus dan heb je ja. Maar kijk, het punt is natuurlijk, als je werkelijk gerealiseerd had dat je niks wist, dat je er ook niet over had, wat er dan overbleef. Want dan zou je er niet van uitgaan dat er nu iets was. Kan ik Als je werkelijk gerealiseerd had dat je niks wist of dat er niks was, dan zou je niet vragen wat er overbleef. Ja, dat is fantastisch, maar je luistert niet. Als ik niks heb, niks ben, dan vraag ik niet wat er overblijft, want er is al niks. Snap je? Het slaat gewoon nergens op. Dus ga je er wel vanuit dat er iets is. Anders zou je het niet zeggen. Dat bedoel ik dus, en dat is niet lullig bedoeld naar jou, maar mensen kunnen dus niet nadenken. Ze horen niet eens wat ze zeggen of wat ze denken. En dat is voor mij totally amazing, want ik kan niet anders dan dit meteen zien. It doesn't add up. Kan je dat anders zien? Hoe? Nou ja, zoals ik het zien. Nee, natuurlijk niet. I'm dead. Ik heb niks. Nee, no you don't. Okay. Ja, dat kan je ook doen. Hallo Hans. Jij had het pre-spectrum gegeven over het oplossen in de liefde. Oh Jezus, echt waar? Angst of zo. Nee, ik heb het door. Door een trigger. Waardoor? Nou, dat de angst voor het oplossen, of tenminste op het moment dat je verdwijnt. Mm-hmm. Het verdwijnen in een liefde. Oh, zo ja. Of voor je persoon, of het wegvallen of zo. Yes. De angst om niet te zijn, die een van de basisangsten is, kan wegvallen. Maar dan is er niks meer. Als niets alles betekent wel. Ja, nou ja, het is de totale die je versmelting. Nee, het wegvallen van afgescheidenheid. Geen versmelting. Dat klinkt veel te romantisch. En van die kerk ben ik niet. Ja, versmelting klinkt mooi, maar het was angst. Angst. Ja, het is net daarvoor. Dus die angst die komt op het moment dat de boel uit elkaar begint te vallen, dat de grenzen vervagen, ja. Dat de afscheiding oplost. Maar als dat dus iets verder gaat, dan is die angst ook weg. Want er is niemand meer om bang te zijn. Ja, er is niemand meer. Ja. Nou, die was er nooit, maar goed. Dat idee, dat tamelijk hardnekkige idee, hoor ik wel eens, dat verdwijnt dan. En enerzijds verlangen we daarnaar, en aan de andere kant, we're scared fucking shitless. Daarom doet iedereen zo krampachtig zijn best om iemand te zijn, of nou ja, te lijken. Look at me, look at me, look at me, look at me. Bevestig mij, hou van mij. Mama.
Dus denk ik zo af en toe wel eens. Jou nog niet, want het is pas de tweede keer dat ik je zie. Maar als ik iemand wat vaker zie, van Jezus Christus, ben je nog niet dood? Ik bedoel niet per se fysiek. Nog meer? Nee, oké, okay. Dankjewel. Hoe zit het met de koffie, Nick? Ja, dat is allemaal. Oké, okay, pauze. Ja, als ik zeg het gaat over erkennen van dat wat ik ben, er zijn ook weer woorden. Maar het is wel een diepe vallen in dat. Ik kan het niet, en tegelijkertijd kun je het niet beschrijven. Ja. Ik ook niet. Maar ik doe wel alsof. Ik heb er geen woorden mee. En als je het uitspreekt, dan echt ontbibbert het helemaal in mij. En het wordt waargenomen tegelijkertijd. En ja. Valt eigenlijk niks te zeggen. Het voelt belangrijk dat het dieper gaat dan woorden, dat te erkennen. Yes. Ja. Misschien is een leuk begrip tijdelijk om jou het voelende te noemen. Want we hebben het vaak over kennendheid of gewaar zijn. Gewaar zijn is ook gevoelend. Daarom heb ik het ook wel eens gehad over dat het net is alsof het een grote, oneindige, bewuste, voelende ruimte is. Een energetische, sensitieve ruimte. Onpersoonlijk. Ja, en het is iets wat ruimer wordt. Het kan ruimer worden en het houdt nog vast. Ja. Yes. Daar kan ik nog één ding over zeggen. Het op zichzelf wordt een drama. Onze sensitiviteit van het organisme kan verder rijken of meer verkrampt zijn. Maar je kunt nog een tijd lang een soort begrenzing daarin voelen. Die normaal ongeveer zo hangt. En in iedereen, afhankelijk van de fase en de helderheid, whatever. Je hebt op een gegeven moment een soort maximale grens die hij aan kan. En dan moet dat stabiliseren voordat het weer verder kan. En op een gegeven moment flikkert die grens weg. Dan is het geen probleem meer, zou ik maar zeggen. En dan in de beleving fluctueert het gewoon. Net als het weer. Soms wat kleiner en intenser, soms wat opener, afhankelijk van de totale energetische setting. Het is natural. En het is niet voelen. En ja, laat me. Het is niet dit en het is niet dat. Right. Daarom zei ik als tijdelijke taal. To work with it. Je zou ook kunnen zeggen het ervarende. En dat heeft dus niet met een specifiek gevoel te maken. Het heeft ook niet met het organisme te maken. It's much larger than that. Yes. You're welcome. Dank je wel. Vanuit diepe slaap verschijn ik. De laatste tijd merk ik dus zodra dat verschijnsel er is, dan komen de woorden, dit ben ik dus niet. En ik voel een soort van drang om dat daarvoor te willen ervaren, en dat gaat erom. Ja, want dat is wat je bent. Ja. Ja, precies. En, niet, ja, en wat er dus verschijnt is wat je kent. Yes. Ja. Dat is sterk genomen kan je alleen ervaren wat je kent. Wat je bent kun je niet ervaren. Dat kun je alleen maar zijn. En dus die drive,
die bestaat nog steeds. Ja, yes, en daar is geen probleem. Nee. Dat hoort bij het verschijnsel. In het zijn zit een spoor, een muzikale patroon, en dat noemen we willen weten. Dat is onpersoonlijk. En dat manifesteert zich in zo'n organisme als ik wil weten hoe het zit. En dat is belangrijk, want dat is een focuspunt. En tegelijkertijd is het een totale onmogelijkheid. Ik kan het niet weten. Dus dit ding weet het niet. Hans weet het niet. Maar het lijkt belangrijk. Ja, yes. Cruciaal. Een tijd lang, tot er realisatie is. Dan stopt het. Dan is er nog steeds een spoor van, wat is dit? Zonder woorden dan. Maar niet meer dat er dan iets mee moet, of het in een formulering moet passen, of al dat soort dingen. Dus dat spoor van ik wil dat ervaren, of ik wil het weten, is ook een waarneming. En dat hoort gewoon bij het organisme, bij het leven, bij het zijn. Net als moeten eten. So that's alright. Dat is quite funny. Ik, dat, wat geen naam heeft, zie dus dat die Hans-figuur, of die geest van die Hans-figuur, af en toe zoiets heeft van, wow, wat is dit? Terwijl ik het al als organisme 3 miljard keer ervaren heb, nog steeds, iedere keer, wow, I don't get it. No, and you won't. Nee. En dat hoeft ook niet. Nee. Want dat komt er toch doorheen als het zich wil uitdrukken. Hoe krom de woorden ook zijn. Hoewel ik dat vrij goed uitleg. Er zijn momenten dat alles weg kan vallen. Dat het gevoel van afscheiding er niet is. En dat er alleen stilte is, geen gedachten of wat dan ook. En dat komt direct. Ik heb niet het gevoel dat dat komt doordat ik alles onderzocht heb. Voor mij voelt het ook zelfs zo dat als ik onderzoek, dat juist ook blokkeert. Omdat die gedachten voorkomen dat... Dus in jouw geval, niet onderzoeken, gewoon open zijn voor dat. Je moet niet vergeten dat een satsang is praten tegen mensen van allerlei... ja, niveaus is een beetje raar, maar ik kan het niet anders zeggen. Dus de een heeft dit nodig en de ander dat. Nou, als er nog heel veel ideeën en aannames in de weg zitten, dan zullen die aan de kant moeten. Als iemand de toegang tot dat heeft, dan is daar een luisterend oor voor hebben ruim voldoende. Dat is wat ik wel eens beschrijf met heb aandacht voor bewustzijn. Ja, het voelt wel alsof ik inderdaad het maar opener stel. Dus het is voilà. Ja, precies. En dat kan dus niet als er heel veel overtuigingen, ideeën, emotionele resten in de weg zitten. Nou, zitten die nog in de weg, dan zal dat eerst aan de kant moeten. En net als Ramana die zei van verlichting of realisatie kun je niet doen, maar wat je wel kan doen is je onwetendheid opruimen. Nou, als daar al gaten in zitten, dan komt het licht of het lucht, hoe je het wil zeggen, komt er doorheen en it takes you away. Want ik krijg die gedachten niet weg door nog meer gedachten daarover. Nee, maar goed, onderzoeken is ook meer dan alleen maar denken. Ja, maar het onderzoeken voor mij is niet het... Vehikel. Ja. Yes. Daarom zeg ik ook wel eens, niks is voor iedereen. Het hangt dus van het niveau af, van de fase en van hoe de blueprint van een bepaald organisme is. In de meeste gevallen is flink wat onderzoek en dingen doorvoelen en aankijken hard nodig. Op een gegeven moment is dat helemaal niet meer nodig. Of anders gezegd, wat ik zelf merkte, dat op een gegeven moment ging dat vanzelf. Er kon gewoon niet meer niet gekeken of gevoeld worden. Maar het was geen handeling meer of geen aparte activiteit. It just happened. Als iets in de knoop zat, dan verscheen het. Het werd gezien, gevoeld en het flikkerde uit elkaar. En... ja. Dus dat is hartstikke goed. En dat is ook super belangrijk dat we het kritisch vermogen houden. Om te zien van wat er ook geschreven of geroepen wordt door wie dan ook. Wat werkt voor jou? Het gaat om jou.
Tot morgen.